Zo af en toe krijg ik de kritiek. Je zit op die vrijdag altijd maar af te geven op dingetjes en mensen. Altijd maar kritisch, altijd maar cynisch. Vertel nou ook eens een keer wat je mooi vindt. Oké, okay, denkbeeldige luisteraar in mijn hoofd. Oké, okay. vorige week zag ik de korte film-slash-documentaire Mevrouw Faber. Hij draait op dit moment op het Nederlands Filmfestival. Het is het verhaal van Harm, die liever Harriet wil worden. Tot zover niets nieuws onder de zon. Maar het is niet de transgender die je meestal geïnterviewd ziet, meestal toch een jonge, hippe, tengere jongen of meisje die in het verkeerde lijf zit. Nee, Harm is een grote stoere Friese vrachtwagenchauffeur, al dik in de vijftig, hij rookt sjek en drinkt bier, hij is controleur bij Stockcar Rally Cross Races, Mannelijke kan bijna niet. Maar hij blijkt toch ook een man die toch al veel eerder voelde dat hij eigenlijk een vrouw is. De regisseurs Job Tichelman en Tim Ilmer, moeilijke naam, die eerst een fictief verhaal wilden verfilmen over een bouwvakker in Friesland die liever een vrouw wilde worden, kregen tijdens het draaien van de film steeds te horen. Ja, maar jullie vertellen het verhaal van Harm, CQ Harriet, hier in de buurt. En zo werd een tweede film geboren. Harm dacht op zijn veertiende al: waarom kan ik geen jurkje aan? Net als zijn zus. En toch is hij al 35 jaar gelukkig getrouwd met zijn grote liefde Sipi. Die ontdekt ineens vuurrode pumps in de kast, die niet van haar zijn. En natuurlijk moet de familie en iedereen wel even wennen. Het is zo pakkend, omdat het zich afspeelt in een nuchter Fries dorpje, waar de termen transgender en LHBKTQ weinig zijn gevallen. Je krijgt wel eens negatieve reacties. Ik heb wel een negatieve reactie gehad van een collega die gelijk vroeg: van, uh, gaan ze dan ook verhuizen? Want ja, dan zou je, kun je maar beter naar Amsterdam gaan, want dan blijf je toch niet in wonen. Ja, als transgender moet je natuurlijk naar Amsterdam, want daar is een hele kolonie. Maar het is zo bijzonder en hartverwarmend dat die nuchtere Friese in dat kleine dorpje en ook die stoere collega-vrachtwagenchauffeurs al vrij snel mee zijn. Lief zijn en respectvol. En eigenlijk helemaal geen moeite hebben met de nieuwe Harriet. Ja, de eerste keer je elkaar ziet denk je: wat is dit? Maar ja, het is gewoon zo. Ja, heb ik heel eerlijk in, uh, wat is dit? Maar nu ben je gewoon geaccepteerd en we praat met elkaar, niks anders. Uh. De humor van de film zit in het feit dat Harriet zo nuchter praat over haar geslachtsverandering. Dit is de opdracht aan de arts. Wat kan ik voor hem doen? Nou ja, in het kort gezegd, haki-taki weg, Saki. Oké. Okay. Haki-taki weg, shakkie. En als Harriet tussen de mannen in het dorpscafé bij een biertje vertelt wat er met zijn, sorry, haar edele delen gaat gebeuren. En misschien, misschien versta je geen Fries, maar misschien wel het einde van de zin. Ik voel me straks wel een gerecycled zoals ze willen alleen op de bal geven. Nou, die brengen ze dan bij de Chinees. Ze ballen gaan naar de Chinees, waarop de mannen in het café antwoorden dat ze inderdaad het vlees in de Koloyuk de laatste tijd ook al wat taai vonden. Je voelt dat ze ook als vrouw helemaal geaccepteerd is tussen de stoere mannen. Maar daarnaast zie je in de film ook het mooie gevoelige moment waar ze met een andere vrouw overlegt wanneer ze voor het eerst een badpak of bikini aan zal doen. Toch maar even wachten tot dat ding weg is. Het mooie is ook dat Harriet en Sipi een ontmoetingsruimte bouwen. voor transgender en transseksuelen. omdat daar in het hoge noorden nergens een veilige plek is. Het is een docufilm vol liefde, warmte en humor. Mocht je mensen kennen die transgenders nog steeds een beetje gek en raar vinden, dwing ze die film te zien. Ze gaan anders denken. Echt. Hij is vandaag nog te zien op het filmfestival in Utrecht, in Kinepolis. En lukt dat niet? Waarschijnlijk 4 november bij BNNVARA op televisie. Mevrouw Faber is een prachtige film die laat zien dat de liefde nog steeds overwint.